25 standen zijn een sportieve, verrassende en unieke sportervaring die vooral bij de kinderen onmiddellijk een schot in de roos zijn. Maar Sportopia mikt niet alleen op de jongste onder ons. Het moet ook een sportbeleving voor het hele gezin zijn. En Sportopia pakt zelfs uit met enkele grote eyecatchers. Ja, het is heel leuk. We doen hier veel sporten. En het leukste van alles vind ik voetbal. Ja, tegen ploegje die dan bekend is. Heel plezant. Het is echt leuk. Maar ik vind... En er zijn zeker altijd wel verschillende ploegen. Een mix van alle spelers. Ja. Maar ik in Sportopia vind natuurlijk de trampoline leuk. Dat is echt keileuk. Je moet echt proberen, maar nu is het gedaan. Ja, maar nu gaan we voetballen. Ja, is keileuk. Dit is Sportopia in het kader van de Europese Sporthoofdstad. We zijn open vanaf 20 juli tot en met zondag. Dus morgen is de laatste dag. En we hebben 29 verschillende attracties. Het zijn eigenlijk allemaal een beetje sporten met een hoek af. We doen bijvoorbeeld voetbal, maar dat is dan interactief. We doen ook pool. Maar dat is dan poolvoetbal, dus dat is dan een pooltafel waar je dan moet voetballen in plaats van met de keus. Langs de andere kant hebben we dan minigolf, maar dan in een blacklighthal waar je dan in plaats van met de minigolfstick een keu moet gebruiken. En zo zijn er allerlei gekke sporten zoals pingpong, maar dan met twee netten, dus vier vlakken in plaats van twee vlakken. En natuurlijk een van de twee grootste attracties hebben we buiten de bobslee startbaan. En hier binnen hebben we de bounce, dat zijn 35 aan elkaar geschakelde trampolines. Dus dat zijn zo'n beetje de eyecatchers van Sportopia. Dit is een mobiele bobsleebaan. Die staat er nu al een paar weken. En iedereen is eigenlijk vrij om een keer te proeven wat eigenlijk een start is van bobsleeën. Dus die adrenaline van het starten, erin springen en dan gewoon kijken naar de tijd en zo snel mogelijk beneden zijn. Dus heel leuk denk ik voor de jeugd. Op die bobsleebaan kan je zelfs de tijd van atlete Hanna Marie proberen te verbeteren. Maar naast de eyecatchers zijn de sporten met een hoek af toch de rode draad doorheen Sportopia. Voor de ouders die liever toch niet meespelen is er ook een sportbar voorzien. Van daaruit hebben ze een overzicht over het hele gebeuren. Maar wees gerust, meedoen is altijd leuker. Ik vind het heel tof. We hebben al op de trampoline geweest, we hebben hier net gesprongen. Wat hebben we nog allemaal gedaan? Gevoetbald, pingpong. Je doet eigenlijk van alles. Het is heel tof en eigenlijk niet zo duur. Dus je kunt een hele dag vullen voor maar 5 euro of zo. Hè. Dus. Ik vind het zeer leuk. Mooi initiatief ook. Veel culturen bijeen ook. Ook heel leuk. Dus dat de buurt Parkspoor Noord dat terug een beetje opgewaardeerd wordt natuurlijk. Zeer leuk. Ja, we hebben veel matches gewonnen, ja. En de finale, telt nog? Ja, dat is de volgende match. De volgende match is finale, je mocht ons filmen als je wilt. Oké, bedankt, je toont straks misschien. Ja, ik zou zeggen, zeker komen, want morgen is laatst Sportopia. Zeker komen, Ayimba kan je. Shout-out naar mijn jimma. Jimma. Ja, het was ook niet echt schitterend weer buiten. Dus we waren aan het denken, wat gaan we doen? We hadden dan via gehoord dat hier iets heel leuk aan de gang was. En dan zijn we ook maar naar hier gekomen. En bij deze hebben we een heel leuke namiddag. Ja, ik denk dat hem het zelf ook heel leuk. Goed. Heel leuk. Voetbal op de trampoline en daar juist. Ook gesprongen en ook nog gepingpongd en gebiljaard. Kom jij nog morgen terug? Dat weet ik niet. Dat zullen we nog. Ik denk niet dat we morgen tijd hebben. Hij moet naar een familiefeestje. Nee, weinig tijd morgen, maar vandaag gaan we nog even blijven in ieder geval. Oké, bedankt voor de informatie. Dat is graag gedaan. Graag gedaan. We verwachten eigenlijk heel veel jeugd die komt, die afdalingen maakt en gewoon de smaak te pakken krijgt. En hopelijk zit er daar een paar talenten tussen die eventueel in Pyongyang in 2018 naar de winterspelen kunnen. Dit is de eerste keer dat Antwerpen verkozen is tot de Europese Sporthoofdstad, dus dit is ook de eerste keer dat we Sportopia openen. En het jaar loopt tot eind januari 2014. Dus we zijn begonnen dit jaar, begin 2013, en we sluiten af eind januari 2014. We hebben nog een allerlei spektakels lopen, dus je moet zeker onze website www.sportinga in de gaten houden. En dan zie je de komende evenementen die dan eerder in de winterse sfeer zullen zijn.
Dit is nu het laatste weekend eigenlijk van deze mobiele baan hier. Maar dan eind september op Studay staan we nog een keer met deze mobiele baan voor iedereen eigenlijk. De meeste evenementen zijn gratis buiten Sportopia. Dat hebben we betalend gehouden. Maar weliswaar de democratische prijs van 2,50 euro hebben we gevraagd om ook een soort drempel te zijn. Om niet alleen kinderopvang te zijn, maar dat de mensen toch iets betalen. Maar ik denk voor 2,5 euro krijg je 29 verschillende attracties. Plus de bobslee startbaan, dus het is eigenlijk een peanuts, de inkomprijs. Maar voor de rest zijn alle activiteiten van de Europese Sporthofstad wel gratis. Deze baan staat eigenlijk een beetje overal in de Benelux, denk ik. Maar denk de eerste keer hier in Antwerpen. Maar hopelijk niet de laatste keer. Hè. Ik ben projectmanager van de pop-up evenementen voor de Europese Sporthofstad. Ja, zeker wel. Het is het pronkstuk van de Europese Sporthofstad, of van Sporting A. Dus we hebben ook heel veel hierop ingezet. En natuurlijk, het is ook de buurt is speciaal gekozen. Park Spoor Noord is ook het groene sportieve hart van Antwerpen. Ook waar er heel veel verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar wonen. En dat is ook de bedoeling van de Europese Sporthofstad, om mensen van allerlei culturen met elkaar te verenigen door middel van sport. En ik denk, we zijn nu in het afsluitweekend, dat het ons wel gelukt is. We hebben vandaag de 20.000ste bezoeker in de bloemetjes gezet. En ook als we kijken naar afkomst, we hebben hier allerlei nationaliteiten over de vloer gehad die met elkaar gesport hebben. En dat is uiteindelijk de bedoeling geweest van de Europese Sporthofstad. Dan,